Het verkeer uit de Randstad Holland, dat via Rotterdam naar het zuiden wil, heeft in de Maasstad twee mogelijkheden om de rivier over te steken. Soms moet het wel wat geduld opbrengen. Met name bij de reeds 40 jaar oude Koningsbrug, die nogal eens open is. De Maastunnel is de tweede mogelijkheid. En al dacht men tijdens de bouw dat de capaciteit voor lange tijd voldoende zou zijn, de onstuimige ontwikkeling van het verkeer heeft het tegendeel bewezen. Daarom is men enige jaren geleden begonnen met de aanleg van een nieuwe oeververbinding bij Van Brienenoord, die een onderdeel zal zijn van een rondweg rond Rotterdam. Met de bouw is men reeds zo ver gevorderd dat deze dagen de tweede en laatste klap kon worden geplaatst van de basculebrug, het beweegbare gedeelte in de verbinding. Aan dit karwei moesten vier drijvende bokken te pas komen en die hadden het verre van gemakkelijk, want de vracht van 600 ton was de zwaarste die ooit in ons land door bokken omhoog is getrokken. De tweede klap moest evenals de eerste, die al enkele maanden overeind staat, op een hoogte van 20 meter worden gebracht. Het monteren was een kwestie van millimeters. Maar dankzij de aanwijzingen van de montagechef kwam het 83 meter lange en 18,5 meter brede gevaarte keurig op zijn plaats. De invoeging van de basculebrug, die de grootste ter wereld is, heeft de voltooiing van de nieuwe oeververbinding bij Van Brienenoord, die eind 1964 gereed moet zijn, een flinke stap dichterbij gebracht.